Wat is DNA-activatie? Waar zit de kracht in je DNA? We hebben DNA in iedere cel en dat is eigenlijk de codering van ons leven. Het zegt precies wat de cel moet doen, wat de cel moet worden als wij vanuit een embryo aan het groeien zijn. En ja, het is eigenlijk de code tot het leven. Het is veel meer dan dat, want alleen dat genetische materiaal wat bepaalt wat iedere cel moet doen, is slechts 2% van de totale DNA. Er is nog 98% van het DNA dat als junk DNA wordt bestempeld of genoemd. Maar is het daadwerkelijk junk? Want DNA is eigenlijk veel meer dan alleen je genetische code. Want DNA is een van de meest effectieve opslaginstrumenten die er zijn. Er wordt al best wel wat experimenten mee gedaan. Microsoft die loopt daar voorop. En die heeft al bijna 1 miljard terabytes op 1 gram DNA weten te krijgen. Dus dat is een gigantische opslagcapaciteit. Dan kan je in één kleine kamer alle gegevens die de hele mensheid door alle miljoenen jaren heen heeft ontwikkeld, kan je gewoon op een server in één kamer laten runnen. En dus dat is gigantisch. We zijn dus eigenlijk lopende datacenters, want wij hebben wel een paar gram DNA in ons lichaam zitten. Dus waarom hebben we dat? Wat zit daar? Er zit heel veel gecodeerde en verborgen wijsheid van het universum, van onze voorouders, stukken tegenwoordig van wetenschappers die denken dat epigenetisch materiaal, of alles wat onze voorouders hebben meegemaakt, dat gecodeerd zit in ons DNA en dat 14 generaties teruggaat. Dus zeg een paar duizend jaar. Alles wat zij hebben meegemaakt zit nog gecodeerd in je DNA, maar nog veel meer dan dat. En om je DNA te activeren, als je DNA activeert, dan komt er stapje voor stapje komt die informatie los. En hoe activeer je DNA? Je activeert je DNA door je frequentie te verhogen, zodat je hoger gaat vibreren. Alles feitelijk in het universum vibreert, alles heeft vibratie, want een atoom, op het kleinste gedeelte, het kleinste dingetje wat we kunnen zien, daar vibreert alles, dat gaat heel snel heen en weer. Dus alles heeft zo zijn vibratie. En een gevoel heeft een vibratie, maar geluid heeft een vibratie. En als je kijkt naar geluid, als je bij een lage vibratie begint, en daar heb je prachtige experimenten mee, dat ze zand laten strooien op een plaat, en daarna zetten ze daar een frequentie, een bepaalde toon op. En naarmate de toon hoger wordt, dus een hoge frequentie, ontstaat er steeds meer een complexere structuur. En steeds hoger, steeds complexer. Dat zie je met water, dat zie je met licht, met alles. Dus naarmate iets hoger gaat vibreren, wordt de structuur complexer en komt er meer informatie vrij. Dat is precies wat er gebeurt bij een DNA-activatie. Dus hoe activeer je DNA? Nou, wij doen een Inner Energy Awakening Sessie. En dat is een energietransmissie waar universele energie in je lichaam mag stromen, waardoor energie, je eigen levensenergie, je chi, je kundalini wordt geactiveerd. En dat gaat stromen. En die stromende energie, die zorgt dat je in een hogere vibratie terechtkomt, waardoor je DNA geactiveerd wordt. En als je DNA geactiveerd wordt, komt al die wijsheid en kennis en rust komt vrij. En daar kun je zelf dus ook gewoon oude conditioneringen kunnen losgelaten worden en je komt in een hogere staat van bewustzijn. En dat is de kracht van DNA-activatie, maar dus ook van je DNA. Want je DNA is superkrachtig. Wij zijn superkrachtig, want we bestaan uit DNA. DNA is onze essentie. Zonder ons DNA zouden wij helemaal niks zijn, want ja, het codeert alles van wie wij zijn. Wil je een keertje meemaken wat dat is, een DNA-activatie? Nou, kom dan naar een Inner Energy Awakening Sessie die wij hebben in Amsterdam. Je kan hier de link klikken hier en kijken wanneer we ze doen. En de eerstvolgende is op 23 januari en daarna op 6 februari. Dus heb je daar zin in? Probeer het een keertje.